Ik ben hier vandaag voor een vlog op Urk. Hè, zoals ze dat zeggen. Niet in Urk, maar op Urk. En ik sta hier met een zuster in de Heer Jezus Christus die heel veel heeft meegemaakt in haar leven. Henriette heeft onder andere haar man in 2015 verloren in een ongeluk op zee. Als ik het goed begrijp, is dat geweest door een storm, denk ik. Hè? Destijds, Henriette, hoe lang is het nu alweer geleden? Dat is 5 jaar geleden. 5 jaar geleden, zo. Dus dat is heel aangrijpend. Maar wat ik altijd in jou heb gewaardeerd, is dat jij, hoe moet ik het zeggen, ondanks het verdriet, een rotsvast vertrouwen op de Heer Jezus hebt gehad. Dat is genade. Hè? Maar dat vind ik toch altijd bijzonder, dat jij je echt hebt vast mogen klampen aan de Heere in jouw nood samen, hè, met je 7 kinderen. En ik ben hier nou ook eens bij jou om te praten over hoe ervaar jij, Henriette, de coronacrisis? Ja, hoe ervaar je de coronacrisis? Ik vind het allereerst ontzettend mooi dat ik hier even mag staan en iets met jullie mag delen. Hoe ervaar ik de coronacrisis? Nou, ik ervaar het toch als iets van... yes, het is begonnen. En... hoe bedoel ik dat? Er zit een heilig verlangen in om mijn zaligmaker te ontmoeten. Amen. Om mijn Heer Jezus te ontmoeten en hem te mogen zien zoals hij is. Wat denk je dat het dichtbij is dan, Harriet? Of het dichtbij is, ik weet wel, de weeën zijn begonnen. En als de weeën begonnen zijn, wordt het kindje geboren. Ja. Dus hoe lang het nog gaat duren, dat weet ik niet. Ja. Weet je, dat Bert stierf, toen dacht ik dat ook bij mezelf. Nou ja, het is nog een korte tijd. Ja. En toen het 5 jaar was, dat was in januari, fietste ik over Urk en zei ik tegen de heren, heren, 5 jaar geleden, toen zei ik tegen u, kom bijna. Ja. Maar nu is het alweer 5 jaar, maar weet je... ik denk dat we ook moeten leren. God heeft geen tijd. Precies. God kent geen tijd. Ja. Ja. En hij komt, hij heeft de beloofd, want de woord staat er vol van. Ja, precies. Dus hey, en hoe, wat zie jij op Urk? Hoe gaan mensen om met deze crisis? Geeft het onzekerheid? Of zie je juist dat het mensen uit doet roepen naar God? Ja, aan de ene kant zie ik onzekerheid. Aan de ene kant zie ik angst. En wat ik bij mezelf ook ervaarde is... dat hoe meer je luistert naar die verhalen, hoe meer je het nieuws bekijkt, hoe meer je de krant bekijkt, leest, hoe meer je in en weer geslingerd wordt. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat we ons vooral moeten vullen met het woord van God in deze tijd, of niet? Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En ook het is toegestaan om met 2 of 3 lieve zusters, broeders samen te komen. Het woord te onderzoeken. Ik zou ook tegen jullie willen zeggen. Zoek een broeder of een zuster op. En doe dat gewoon. Ja. Ga dan die 1,5 meter uit elkaar zitten wat gezegd wordt. Maar onderzoek het woord. Als we in het woord zijn. Dan heeft de Satan geen vat op ons. Absoluut. Ja, dan hebben we zijn autoriteit. Hè? Of dan hebben we autoriteit in de Heer Jezus. Ja, ja, ja. En het trof me... om te horen naar Jan hoe je die psalm 91 hebt uitgelegd. En dan moet ik eerlijk ook zeggen, soms is die psalm 91 voor mij ook wel een struikelblok. Want? Nou, ik heb misschien ook wel eens gedacht, heren, wat was u dan in die storm? Ja, toen je man verdronk. Toen mijn man verdronk. Ja, ja. Maar, weet je, God kijkt uit een hele andere hoek. Wij kijken. Precies. En hij overziet het hele plaatje. Absoluut. Terwijl wij nog geen seconde voor onze voet kunnen kijken. Ja. En wat hij doet, is goed. Want ja. Ik weet, hij maakt er iets heel moois van. Ja, bijzonder. Iets heel moois. Ja, precies. Heel mooi. Ja, we zien de achterkant van het borduurwerk, zou Corrie ten Boom zeggen. Ja. Maar hij is bezig met die kroon. Hè? Dan draaien ze dat borduurwerk om. Hey, als het gaat over geloofzekerheid op Urk en dan de coronacrisis, mensen die nog niet weten dat ze gered zijn, is het mogelijk om ook te getuigen van je heiland hier ook op Urk? Jazeker, daar is ruimte voor.
Misschien ook wel omdat iedereen hier ook van de Bijbel weet. Ja. En het trof me ook een donderdag dat een broeder aan me vertelde. Hij komt best wel, nou ja, zoals wij dat dan zeggen, in onze kringen uit een zwaardere richting. Ja. Maar juist nu. Hij zegt, ik vond het altijd moeilijk om in mijn gezin te getuigen over de Heer Jezus. Ja. Maar nu schroom ik niet meer. Ik merk, de tijd is zo urgent. Kom op. Pak die kans. Ja. Begin. Heel mooi. Bid ervoor. Ja. Heren, hoe kunt u mij gebruiken in deze tijd? Laat hem. Ja, Henriette, en dan nog een ding. Wij spraken met elkaar van tevoren ook nog even over, de opwekking onder Gods volk, onder de gelovigen. Jij had een artikel gelezen wat met Pesach te maken had en wat ook eigenlijk een appel is aan de gelovigen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we zijn met de Bijbelstudiegroep een aantal, daar zitten we minstens al wel een half jaar mee bezig, de Thessalonicenzenbrief. En bijzonder om die in deze tijd te mogen doen. Wat deze week aan de beurt was, was 1 Thessalonicenzen 4. En het punt was dat God ook echt opriep om onze heiligmaking. God heeft ons gerechtvaardigd. Maar de heiligmaking hoort er voor de volle 100% bij. En juist in deze tijd merk ik dat God ons oproept. Mijn volk, wees heilig, want ik ben heilig. Dit is uw, uw heiligmaking. En dan het belang van reiniging. Hè? Dat was het heel mooi wat je vertelde over dat voorbeeld van de Joodse vrouw. Vrijdagmiddag viel het Israëlkrantje op mijn mat. En ik bladerde hem zo even door. En er was een vrouw die een interview gaf over Pesach. Hoe zij dat op dit moment in deze coronacrisis beleefde. Ja. En het trof me bijzonder hoe dat ook aanvulde. De Bijbelstudies en de studies, de schriftgedeelte die ik zelf las. Wie God me echt in het hart gaf. Ze vertelde dat dat best een hele klus was. 2 à 3 maanden was ze daarmee bezig. En dan, het hele huis werd gezuiverd. Zelfs de oven. Haar man pakte de schroevendraaier, schroefde de oven los. Alles, alle boutjes, alle moertjes, alles ging de afwasmachine in. De boeken werden gereinigd van binnen en van buiten. Ja, alles. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Alles. En het benadrukte bij mij het beeld dat wij de tempel van God zijn. En wat je zo mooi ook zei, Arjan, dat woord in het Grieks, dat betekent... Naos. Naos. Het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen. Dat is wat. Weet u niet dat u het heilige der heiligen, Gods tempel bent? Zeker. Daar kan toch geen zonde in zijn, Henriette? Nee, zeker weten. En, ja. Weet je, wij vallen allemaal elke dag in zoveel dingen. Maar aan de ene kant staat dan, Jezus is onze heiligmaking. En aan de andere kant die oproep, wees heilig, want ik ben heilig. Ja. En lieve vrienden, lieve broers en zussen, ik wil jullie oproepen. Ga in jullie zijn binnenkamers. En ik bid dat Gods geest... de geest van het gebed op ons uitstort. Want hij is in staat om grote dingen te doen. En het trof me ook in Psalm 91. Dat Arjan zei, het is de tijd van mijn God, mijn rots, mijn burcht. Ja, als je dat mag kennen. Ja, dat is alles. Dat is alles. Dat is alles. Dat is alles. En dat is de oproep voor heel Urk en voor heel Nederland. Hè? Zeker weten. Dat we de toevlucht nemen zeker tot die weten nimmer beschamende zeker rotsteen. Zeker die het weten werk volkomen is. Zeker weten. En Henriette, mag de Heer je rijkelijk zegenen. En fijn dat je wilde getuigen van je heiland. Amen.